Waarom kun je met olieverf bedrieglijk echt schilderen? Dit is de Universiteit van Nederland. Als je naar een museum gaat, bijvoorbeeld, uh, laten we zeggen het Mauritshuis, maar het kan ook het Rijksmuseum zijn of de National Gallery in Londen, dan. Zie je zaal na zaal schilderijen die geschilderd zijn in olieverf? Nogal wie dus, zult u misschien denken, maar stel dat u nou bijvoorbeeld gaat naar het Nationaal Museum in Tokio, wat schitterende kunstschatten heeft, met allerlei voorstellingen, allerlei technieken geschilderd, dan zult u in uh, geen van de zalen olie aantreffen, geen druppel, uh, tenzij u de 20e eeuwse afdeling bezoekt. En daar is Japan door het Westen beïnvloed. De vraag is eigenlijk, anders gesteld, hoe komt het? Dat olieverf in de geschiedenis van de West-Europese kunst zo'n enorm dominante rol heeft. Wat is er nou zo leuk, of zo lekker, of zo prettig aan olieverf? Wat zijn de eigenschappen van olieverf die het geschikt maken, hebben gemaakt als het medium bij uitstek in het schilderatelier? Nou, is het natuurlijk zo dat er allerlei andere media bestaan dan olieverf om gekleurde voorstellingen te maken. Je kunt bijvoorbeeld uh, glas in lood hebben. Nou, is een eigenaardigheid van die, veel van die andere media, zoals uh, Glas in Lood, dat de verfvlakken, de kleuren, van elkaar gescheiden zijn. Dat het kleur in stukjes is, om zo te zeggen. De kleuren vloeien niet in elkaar over, hoe schitterend of helder ze ook mogen zijn. En dat geldt ook bijvoorbeeld voor uh, uh, emailleerwerk. Uh, het geldt natuurlijk ook voor het mozaïek. Wat uit enorm grote pixels bestaat. Het geldt natuurlijk ook voor het tapijt. Het tapijt dat steek voor steek geweven wordt. Waar je kleur in stukjes of eigenlijk in steekjes hebt. Het geldt zelfs voor het fresco bijvoorbeeld. Wat met verf en penseel wordt gemaakt. Als je kijkt naar deze schepping van Adam door Michelangelo in de Sixtijnse kapel. Dan ziet het er heel vloeiend uit. Je hebt het idee van hele zachte overgangen. Maar als je. Uh, inzoomt, bijvoorbeeld op de oksel van Adam die zojuist geschapen wordt, dan zie je allemaal streepjes. Je ziet weer kleur in stukjes. Dat wil zeggen, het lijkt al alsof hij niet met penseel, maar met, met kleurpotloden gewerkt heeft en van het ene kleurpotlood naar het andere moest gaan als hij van de ene toon naar de andere ging. Het is onvoorstelbaar dat dat krankzinnige oppervlak van dat uh, uh, Sixtijnse gewelf, maar heel veel vleespartijen, naaktpartijen opzitten, dat het allemaal door hem met geduldige streekjes boven zijn hoofd gemaakt is om die tonale overgangen te krijgen. Dat arceerwerk dat zie je ook op ander schilderwerk. Neem uh, bijvoorbeeld het schilderwerk op paneel dat in Italië in de 14e en 15e eeuw werd geschilderd en ook in Frankrijk en in Engeland. Dan heb je dus een houten paneel en dat houten paneel daar werk je op met een verf die eitempera heet. En dan kan je prachtige gewaden schilderen, maar, maar opnieuw, als je inzoomt, dan zie je dat de kunstenaar, de schilder, gebruik heeft gemaakt van streepjes. Die parallel naast elkaar zijn gezet. Ietsje donkerder, nog ietsje donkerder, nog ietsje donkerder. Om een plooival te suggereren. Nou wilt u misschien weten wat eitempera is. En dat is ook wel belangrijk als we willen begrijpen wat er bijzonder is aan olieverf. Nou, eitempera is uh, een, uh, een mengsel. Van een pigment. Een pigment is eigenlijk een, een, een mineraal met een kleur. Een mineraal met een kleur, dat lost niet op in water. Uh, die stukjes kleur, die pigmenten, die drijven of hangen in het medium. Nou, heb ik hier een medium hiervoor en dat is uh, eigeel. Dat is eigeel. Nou, dat eigeel, dat kun je gebruiken om dat uh, toe te voegen aan je pigment. Ik doe dit nu heel slordig. Dat moet eigenlijk heel anders. Het moet met de grootste zorg enzovoort. Maar ik doe het nu even zo: een beetje water en een beetje ei geel. En dat moet je dan bij elkaar brengen door een wrijver. Dat doe je met zo'n loper op dit geval. En dan krijg je een mengsel van de niet opgeloste pigmenten. En een goedje dat zich uit laat strijken, en dat droogt, en dat zich hecht aan de drager, aan het paneel bijvoorbeeld dat je hebt. Nou gelooft hij dat natuurlijk niet. Ik snap je wel. hij denkt dat kan helemaal niet met ei. Dat is onzin. Ze kunnen mij nog meer vertellen, maar ik ga nu een paar streepjes zetten met deze schitterende verf. Nou, is het zo dat deze verf, deze ei-verf, die is zeer duurzaam. Hij is als hij droogt is hij ook bestand tegen water en hij droogt snel. Ook is het nog zo dat de, de beschermingslaag die in de 14e eeuw en 15e eeuw werd gebruikt voor deze verf, dat die uh, snel het water opzuigt. Het gevolg daarvan is dat het niet alleen droogt, maar ook snel droogt. En een belangrijke reden voor dat streepjes naast elkaar zetten is dat eitempera, prachtige verf voor paneelschilderkunst, dat uh, niet goed droogt. En dat betekent dat als ik hier een beetje rood heb. En ik heb hiernaast een beetje blauw dat ik het niet kan vervloeien. Kortom, eitempera is prachtig, maar het vloeit niet. Nou zou je natuurlijk kunnen denken: uh, heb je dan andere verf die wel vloeit? Ja, en u hebt al begrepen: dat is olieverf. Olieverf maak je niet met ei, maar met lijnolie. Dat is ook een biologisch product. En, uh, en, en, en die lijnolie, die meng je weer met een beetje van die. Ik ga het heel voorzichtig zo doen. Een beetje van die fantastisch vult trouwens, pigmenten. Uh, ze zijn zonder medium eigenlijk al prachtig, maar goed, uh, je wilt ze opbrengen en je wilt er lager mee maken, dus ja dan moet je, dan moet je daar natuurlijk een bindmiddel aan toevoegen. Nou, dat is dan die olie. Ik ga hier wat olie bij zo. Hoppakee. En ook dit moet je allemaal veel beter en zorgvuldiger doen en zo, dat is allemaal duidelijk. Maar als je nou dat een beetje wrijft, ik pak mijn loper en ik wrijf dat, dan heb ik weer een prachtig goedje. Dat goedje, daar kan ik natuurlijk verf mee proberen aan te brengen. Dan hoop ik hoop natuurlijk altijd dat het lukt, dat is altijd zo bij goochelen. Zou het mooi worden? Ik weet het ook niet. En inderdaad, het wordt heel mooi. Het wordt zelfs hartstikke mooi. Tenminste, dat vind ik. Ik vind dat je een hele mooie, uitstrijkbare, heldere kleur hebt. En nu komt het geknoei natuurlijk. Hoe kom je hier nou weer vanaf? Dat weet ik ook niet. Uh, wat, wat heeft dit nu te maken met het verhaal? Wel, dat vloeien, dat vloeien van die olieverf, dat kan je gebruiken om um, traploos, dus niet in stukjes, overgangen van verf te maken. En wat ik u hier laat zien is een, een uh, afbeelding van uh, Jan van Eyck, schildering in het uh, in Gent, het Gentse altaarstuk. Als we inzoomen op uh, de kop van Maria, dan ziet u geen stukjes. Dat betekent dat, dat die, die, die witte brug daar op de neus. die, die gaat heel langzaam. zonder dat je een contourgrens hebt. in de rest van de neus over. Dat geldt ook voor het voorhoofd. Als dat nou eens vergelijken met een Maria. die overigens zeer vakkundig en prachtig. geschilderd is in, in, in Tempera. dan zie je het grote verschil. tussen kleur in streepjes. en vloeiende kleur. En een van de redenen waarom olieverf zo geweldig was. was dat het vloeide. Maar dat is niet het enige. Het andere is, dat had ik al verklapt. dat het. Gloeide. En dan is de vraag hoe komt het dat het gloeit. En ik laat u hier een uh, afbeelding zien, een mogelijk zelfportret van Jan van Eyck. Hij bevindt zich in, in uh, Londen, in de National Gallery. En uh, ook daar, als je inzoomt, dan zie je dat dat hoofd, die kop, dat die zonder uh, streepjes gemaakt is. Maar je ziet ook aan, aan, de, aan de tulband die die draagt. Dat dat rood zwaar en diep verzadigd is. Je kunt van heel diep naar heel licht met dit rood. Ik laat u nog even uh, hier een afbeelding zien, een vergelijking van het rood van Van Eyck naast het vergelijking met daarnaast het rood van een schilderij van Lorenzo Monaco, uh, geschilderd in ei tempera. Um, u moet zich uh, voorstellen dat licht um, dat door een medium gaat een bepaalde snelheid heeft en als het door een ander medium gaat dat die snelheid verandert. Neem bijvoorbeeld lucht, een bepaalde snelheid, dan komt het bij glas. Daar heeft een andere snelheid. En als onder een hoek een lichtstraal tegen glas aankomt, dan zal het door het glas verder gaan, die lichtstraal, maar uh, afgebogen worden de brekingsindex. Elk materiaal heeft zo zijn eigen brekingsindex, en nou is het interessante voor olie en pigment. Dat dit rode pigment, maar het geldt ook voor een aantal blauwe pigmenten, dezelfde brekingsindex heeft als de olie. En dat zorgt ervoor dat je met olie dingen kunt doen die je met eitempera veel moeilijker kunt doen. Toen Van Eyck olieverf gebruikte, had hij daarmee zo'n succes dat mensen dachten in de 15e en ook in de 16e eeuw, dat hij degene was die dat uitgevonden. We weten dat dat niet zo is. We weten uit een tekst van 1100 van een meneer Theophilus al dat olieverf gebruikt kon worden en dat je er heel goed rood mee kon schilderen. Dat zegt hij ook. Hij zegt je kunt bijvoorbeeld deuren die kun je heel mooi, mooi rood schilderen met olieverf. Dan krijg je hele, heel goed schilderwerk. Maar je kunt het niet gebruiken voor figuren omdat het zo langzaam droogt. Dat gaat niet. Nu zie je bij Van Eyck dat hij het wel gebruikt voor figuren. En dat hij juist het feit dat het langzaam droogt heel goed gebruikt. Hij had zelfs niet uitgevonden dat je het op paneel kon gebruiken. Hier ziet u een uh, paneel dat geschilderd is in de periode voor Van Eyck, en dat is geweldig uh, gedaan in olieverf, heel verfijnd. Maar toch, als je vergelijkt hoe hier de olieverf gebruikt is ten opzichte van de manier waarop uh, Van Eyck dat doet, dan zie je dat er een enorm verschil is. Wat u daar rechts ziet, dat is Van Eyck, en wat u daar links ziet, is dat andere ding. Van Eyck voegde aan het gebruik van olieverf op paneel, dat er in het noorden al was, voegde hij iets heel geks toe. En dat is de observatie van het gedrag van licht. En, uh, ik laat u hier een miniatuur zien, vermoedelijk van Van Eyck. De miniatuur is heel klein, het is heel gedetailleerd. Ik laat een interieur zien met een geboorte. En, en in dat interieur is een geweldig groot rood bed. En uh, u ziet ook dat er op een kastje op de tafel staan er potjes en pannetjes. en die hebben een glimlicht, die, die glanzen. Van Eyck gebruikt hier geen olieverf. Hij gebruikt een ander soort vrij ingewikkelde uh, gom verf om mee te werken op perkament. Maar hij beschrijft wel met penseel. wat de lichtval is op dingen. Zoals bijvoorbeeld. Op die rare potjes die u daar uh, in de verte ziet staan. Die zijn, dit is, wat u ziet is klein, dit is minuscuul, dus is groot de kop van een lucifer. Uh, maar wat u ziet is dat hij dat met verfstreken geprobeerd heeft de glans van die voorwerpen af te beelden. Wat ook wel interessant is, is dat hier aan de zijkant, uh, daar rechts op die vakken, daar ziet u een, 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 rood, een rood spoor. Wat is dat rode spoor? Wel, dat rode spoor dat u daar ziet, dat is de reflectie. Van dat rode bed. Dat is krankzinnig dat hij van Eyck dat deed. Hij deed het niet in olieverf. Wat nou het grote moment is waarop, ja, zou je kunnen zeggen, de Europese olieverfschilderkunst werd uitgevonden. is het moment dat deze manier om de werkelijkheid te observeren. en te kijken naar het gedrag van licht en glimlichtjes en stoffen. detail en precisie, om dat te combineren met het al bestaande werken met olieverf op paneel. Een van de uh, prachtige mogelijkheden om die visuele optische wereld met verf na te doen, die Van Eyck gebruikte, die ligt in het feit dat hij die overgangen zo zachtvloeiend kon maken met die olieverf. Maar ook in het feit dat hij die transparantie en translucentie van die olieverf. Puur te danken aan het feit dat de brekingsindex van bepaalde rode pigmenten, bijvoorbeeld, gelijk is aan die van olie, dat hij die kon gebruiken om een doorzichtige laag te maken. Om laag op laag te schilderen. Om ervoor te zorgen dat het licht het paneel inkwam, door het rood, uh, doordrong tot de grond van het paneel en er ook weer uitkwam en er heel weinig licht door absorptie verloren ging. En dat maakt het mogelijk die om met zogeheten glacieslagen, dus doorzichtige lagen, deze. Precisie en rijkdom van stofuitdrukking te bereiken. Ik kan er nog één plaatje aan toevoegen om dat duidelijk te maken. U ziet hier gaat het om een visje in een reconstructie, en dat visje is bovenaan met olieverf overdekt, die translucent is. En u ziet de helderheid en u ziet de kracht van het groen. En daaronder ziet u hetzelfde experiment, maar met eiverf, met tempera. En dat bleef een traditie. En dat is ook de traditie die we zien in het Mauritshuis of het Rijksmuseum of elke andere Europese collectie ook, waar we olieverfschilderijen zien. Traditie die 17e eeuwers gebruikten om bijvoorbeeld met zulke krankzinnige overtuiging en precisie druiven te schilderen, die eigenlijk nog meer druiven zijn dan een hedendaagse foto van druiven. En dat allemaal vanwege van eik's gebruik van het vloeiende en het groeiende aan de olive. Dank u wel.